Zit er alweer een nieuwe single aan te komen dan? Ja, we zitten al in gesprekken om te kijken wat voor liedje het gaat worden. Ik heb al van verschillende mensen wat demo's doorgestuurd gekregen. Van onder andere Tony Neef. Maar ook Wolter Kroes heeft mij een demo doorgestuurd. En uiteraard zijn we weer bezig met Ger Oelemans. Ja, want de vorige single, nou, kunnen we best bijzonder noemen. Ja, momenteel staat hij al ruim 11 weken in de playlist. Dus ik mag niet klagen. Met het verhaal met een dame, waar je uiteindelijk in het zwembad belandt. Nee, ik niet, hè. Ik zat er niet in. Nee, gelukkig waren dat twee anderen. Maar het is wel echt een hele leuke clip geworden. En niet alleen mij als hoofdrolspeler, maar ook twee acteurs die dat hebben gedaan. En daar ben ik ontzettend blij mee. Ik wil een keer wat anders. En ik vond ook wel dat, nu moet ik het heel netjes zeggen, seks verkoopt, vind ik. Maar ook mensen die er goed uitzien. En, dus ik zocht gewoon een stelletje die er goed uitzagen. En die dan ook heel mooi een mooi verhaal konden vertellen. En dat is bij deze denk ik wel gelukt.